lekkere hoeveelheid. Dit is gewoon ijs. Hoi, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ik ben super enthousiast, want ik ga namelijk vandaag een video opnemen waarin ik jullie ga laten zien hoe je ijs kunt maken zonder daarbij de vriezer te gebruiken. Een super tof experiment voor in de zomervakantie. Nou, ik heb al mijn spulletjes heb ik bij elkaar gepakt. Het is de allereerste keer dat ik het doe, dus jullie zijn live getuigen van of dit experiment slaagt of niet. Maar ik heb natuurlijk goede hoop. Ik heb mijn bakje al klaargezet, mijn sprinkles staan al klaar. Ik heb ook zin in ijs, dus ik hoop gewoon dat het lukt. Nou, allereerst pak ik even een zipper bag. Dat zijn die plastic zakjes die je kunt afsluiten. En daarin ga ik al mijn ingrediënten stoppen. Nou, de ingrediënten dat zijn 100 ml volle melk. Even kijken of ik dit netjes ga doen. Yes! Nou, daar ga ik ook 100 ml slagroom bij doen. Meten. Ja. Die gaat er ook bij. Zo. Dan heb ik hier nog 30 gram suiker. Dat is gewone suiker. Die gaat er ook bij. 30 gram dus. En een zakje vanillesuiker. Want ik ga vanilleijs maken. Zo, die ga ik er ook nog even bij. Nou, dit zakje ga ik zo luchtig mogelijk proberen af te sluiten. Eerst even alle lucht eruit en dan gaat die dicht. Yes, die zit dicht. En ik doe hem voor de zekerheid nog even in nog een zakje om te voorkomen dat hij straks gaat lekken. Je weet het maar nooit, zeker voor het onzekere. Zo. Ook weer alle lucht eruit. Nou, deze gaat ook dicht. Nou, en nu komt de truc van dit experiment. Ik heb hier een wat grotere zipperbag met ijsklontjes gevuld. En daarbij ga ik grof zeezout doen. Gewoon zout werkt ook, maar grof zeezout zorgt ervoor dat het net even iets sneller gaat. Nou, en wat gebeurt er nou als dat zout met dat ijs in aanraking komt? Dat zorgt ervoor dat de smelttemperatuur van dat ijs omlaag gaat en in heel snel tempo. Dus dat betekent dat het ijs heel snel wil gaan ontdooien. Maar er komt een heleboel energie bij vrij, koude energie. En die stoot die af. En het is de bedoeling dat ik met die energie dit zakje met ijsingrediënten ga bevriezen, zodat er hier ijs ontstaat. Dus nou, ik gooi er allereerst even zout bij. Van een lekkere hoeveelheid. Zo. Woe, ik ga ermee strooien. Daarom ook mijn twee zakjes, want ik wil natuurlijk niet dat mijn ijs zout wordt. Deze gaat er ook bij. En die zak, die doe ik dicht. En daar ga ik dan mee schudden. En dat is een proces dat... Nou, omdat dit proces aan de gang is met dat zout en dat ijs, komt er straks een heleboel kou van de zak af. En als je daarmee minimaal 10 minuten moet schudden, dan krijg je natuurlijk een paar bevroren handen. Dus ik trek even mijn handschoenen aan. Zo, nou, schudden maar! Nou, je moet er wat voor over hebben. De 10 minuten die zitten er inmiddels op. Ik heb een paar ijskoude handen, want die kou die is echt niet normaal. Die komt zelfs door mijn handschoenen heen. En het helpt ook niet dat mijn buitenste zak niet helemaal waterdicht is. Dus mijn handschoenen zijn ook nog een beetje nat geworden. Maar ik ben wel super benieuwd naar mijn ijs. Ik zal je even vertellen wat er gebeurde tijdens die 10 minuten kneden. Na zo'n 5 à 6 minuten merkte ik al dat de structuur van dit zakje erin begon te veranderen. Dat het wat harder begon te voelen. Toen dacht ik al, yes! Inmiddels zijn we nu 10 minuten verder en het voelt echt behoorlijk hard aan de structuur. Ik
hoop wel dat de zakjes aan de binnenkant waterdicht gebleven zijn. Want anders heb ik straks zout ijs. Maar ik ben in ieder geval super benieuwd. Ik ga hem nu even lekker openmaken. En kijken of mijn ijs gelukt is. Zo. Nou, al die gesmolten ijsklontjes eraf. Het is echt een waterbelef geworden hier. Zo, deze even opzij. Maar kijk nou. Dit is gewoon ijs. Oh. Oh, mijn handen zijn helemaal zout. Natuurlijk. Nou, even voorzichtig de zakjes er maar uit halen. Oh, deze is nog helemaal droog. Dus dat betekent dat hij waterdicht gebleven is. Ik pak mijn bakje er even bij. Zo. Alle ijs naar beneden. Zodat ik het er makkelijk uit kan scheppen. Oeh, koud joh. Het voelt echt super koud. Oh, vanille-ijs. Oh, dit is echt niet normaal. Kijk nou. Dit is gewoon ijs. Er komt gewoon ijs uit. Ik had echt niet gedacht dat het zo makkelijk zou slagen. Even kijken. Ik wil natuurlijk nog wel wat meer. Ik haal er nog even wat uit. Zo. Yum, yum, yum. Nou, ik doe er nog even wat chocoladesaus overheen. Zo. En mijn sprinkles. Oh, die zit toch helemaal dicht. Zo. Nou, dit ziet er toch uit als een feestje. Kijk nou. Maar ja, het is nog veel belangrijker hoe het smaakt natuurlijk. Dat ik zo lang heb kunnen wachten. Oh, het is nog super lekker ook. Oh, het is echt heel lekker. Ik heb gewoon mijn eigen ijs gemaakt. Hoe cool is dit? Nou, ik raad je aan om het zeker ook een keer te proberen. Als je dat nou doet, laat me dan even in een reactie onder deze video weten of het bij jou ook zo goed is gelukt en of je ook zo'n lekker ijsje hebt kunnen maken. Mocht je deze video leuk vinden, geef hem dan nog even een duim omhoog. En wil je nou niets meer van dit soort video's missen, abonneer je dan ook nog even op ons YouTube kanaal. Dat kan via die knop. Dan zie ik je namelijk de volgende video weer. Hoi!